Goedendag, welkom bij het journaal Datarecht van de maand april. Vanuit het hoofdkantoor van Turing Advocaten gaan we het vandaag hebben over de Europese cybersecurity regelgeving NIS 2. We gaan beginnen. Welkom eh, nogmaals. Eh, en welkom bij dit eh, journaal Datarecht. Mijn collega Huub de Jong. Uh, en ik uh, zelf zullen vandaag u meenemen in uh, 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 een verhaal over nis 2, de Network Information Security Directive 2. Uh, um, veel over te doen op het moment, uh, dus we willen, willen u meenemen. Uh, eerst een korte introductie in, uh, over, over nis 2. Wat houdt het in? Hoe moet het worden geplaatst binnen de, binnen de bestaande regelgeving? Um, vervolgens gaan we iets vertellen over de maatregelen die onder NIS 2 uh, van toepassing zijn, worden. En daarbij gaan we met name in op een tweetal uh, onderwerpen, dat is namelijk de beveiliging van de toeleveringsketen. En Huub, jij zult iets vertellen over uh, de rapportageverplichtingen die gelden onder, uh, onder NIS 2, omdat daar natuurlijk ten opzichte van de uh, oude regelgeving ook het een en ander uh, verandert. Ja, klopt. Dus, um, maar voordat we daaraan komen, wil ik eerst uh, in het kader van de introductie uh, eventjes ingaan op uh, waar we NIS eigenlijk moeten plaatsen. Want wat we de laatste tijd, of de laatste jaren, zien, is dat uh, cybersecurity natuurlijk tu uh, uh, een hot topic is, vanwege een aantal uh, uh, gebeurtenissen. En ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Met name op Europees niveau zien we dat uh, de Europese Commissie heel actief is. Er is een Europese cybersecurity uh, strategie. Uh, en daarbinnen uh, zien we verschillende soorten uh, regelgeving. Richtlijnen, verordeningen. En wat we hebben gedaan, wij houden bij Turing uh, heel erg van puzzels. Dus we hebben dat geplaatst in de, in de vorm van een, uh, een puzzel. En daarbij zie je uh, dat naast NIST 2 er nog... Een hele hoop andere regelgeving is die betrekking heeft op, uh, op cybersecurity. Uh, je ziet daar bijvoorbeeld staan uh, de GDPR of de AVG. Uh, die bevat natuurlijk met name regels die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Maar bevat ook een onderdeel dat zit op de beveiliging van die persoonsgegevens. Nou, uh, waarin onderscheidt zich dat uh, van NIS? NIS zit natuurlijk met name op de beveiliging van systemen op systeemniveau. Ja. Uh, dus er is wel uh, enige overlap. Um, maar nogmaals, de AVG richt zich met name op, uh, op persoonsgegevens. Ja, en, en het doel van de AVG is natuurlijk ook een ander, in de zin van, daar gaat het natuurlijk met name om dat de betrokkenen, um, dat de, de betrokkenen ook kan vertrouwen dat ze zich voldoende goed omgaan met hun persoonsgegevens. Ja, Terwijl bij NIS 2 zie je natuurlijk veel meer dat men beducht is voor de continuïteit van de, de dienstverlening in Nederland, met als gevolg ja. uh, Uitval van uh, kritieke uh, vitale diensten. Precies, dus de insteek is, ja. net, is net iets anders. Ja. Klopt. Um, dan zien we daar staan de Cybersecurity Act. Uh, dat is een regelgeving uh, waarop op dit moment nog verschillende amendementen uh, worden onderhandeld. Maar de bedoeling daarvan is om eigenlijk te komen tot een soort van uh, Cybersecurity certificeringsschema. Uh, waarmee je voor producten, voor diensten, voor processen komt tot certificering die binnen de hele Europese Unie kunnen worden gebruikt. Uh, maar die regelge ja, de regelgeving is er wel, alleen ja. op die gebieden komen er nog uh, aanpassingen. Ja, en dat gaat natuurlijk uiteindelijk ook weer in in NIS 2, en wat door het gebruik van gecertificeerde producten en diensten, je beveiliging, uh, nou dat is ja. natuurlijk een onderdeel om uh, Klopt. te beheerbaarder dat dat zijn. Heb je gelijk? in. Ja. En dan zal ik dadelijk in het kader van die toeleveringsketen ook nog, uh, nog iets over vertellen, ja. omdat het in het kader van de beoordeling natuurlijk weer een rol speelt. Ja, dan hebben we DORA, de Digital Operational Resilience Act. Uh, die zit natuurlijk met name op, uh, op financiële instellingen. Is eigenlijk een, uh, een speciale wetgeving uh, uh, ten opzichte van NIS 2, ja. dan voor de, van de, voor de financiële sector. Wat je daar ziet, maar dat komt natuurlijk ook al omdat de financiële sector al veel langer bezig is met uh, regels op het gebied van digitale weerbaarheid, uh, security, ook door een aantal incidenten en, die zich hebben voorgedaan. Uh, dat die regels in die wetgeving uh, al veel uitgebreider zijn dan onder NIS 2. Ja. Uh, Dora is uh, in januari 2023 van kracht geworden. En, of, uh, en, wordt, nee, sorry, en wordt vanaf januari 2025 uh, gaat erop gehandhaafd worden. Ja. Dus uh, dat komt ook steeds dichterbij. Dan hebben we de Critical Entities Resilience uh, Act, ook een richtlijn. Uh, dat zit op de weerbaarheid van. Uh, Entiteiten of organisaties in zeer kritieke sectoren. Dan kun je denken aan energie, kun je denken aan uh, water, maar ook telecommunicatie en dat soort dingen. Um, daarvan is het de bedoeling dat in 2026 uh, er een lijst komt met uh, entiteiten die ervoor moeten zorgen dat ze weerbaar zijn. En daar zijn wat aanpassingen gekomen, met name vanwege die, dat hele Nord Stream 2-verhaal, uh, ja. waarbij bleek hoe kwetsbaar ja, ja. Uh, Europa eigenlijk is voor dat soort, uh, voor dat soort gebeurtenissen. Ja, en je kunt het ook een beetje zien als de tegenhanger van de 2 in de zin dat de 2 regelt op cybersecurity. Ja. En de Critical Entity Resilience Directive richt zich veel meer op uh, fysieke kwetsbaarheid. Klopt, ja. En daarom ook dat voorbeeld van die ja. Nord Stream ja. uh, ja. 2 natuurlijk. Uh, ja. AI Act uh, zit met name natuurlijk op de regulering van uh, artificial intelligence. Ja. Uh, maar ook daar zie je dat daarin wat, uh, uh, wat beveiligingsmaatregelen uh, worden genoemd. Uh, dus die hebben we ook bijgezet. Um, Cyber Resilience Act. Ook belangrijk, denk ik in het kader van, van NIS 2 en met name de beoordeling in die toeleveringsketen. Ja. Omdat de Cyber Resilience Act ziet, met name natuurlijk op uh, producten uh, met een digitale component. Ja. kan ook software zijn. Um, ik zal daar dadelijk straks in het kader van die, uh, uh, van die regels die gelden voor die toeleveringsketen, zal ik daar iets meer over vertellen. Ja. Um, en als laatste hebben we de Cyber Solidarity Act. En dat is, dat is een richtlijn, en die richtlijn die, uh, wil eigenlijk uh, dat er een soort van uh, alertsysteem binnen de uh, Europese Unie tot stand komt, uh, waarbij je, uh, nou moet ik even goed kijken, uh, ja, waar, waarbij je zorgt dat je voorbereid uh, bent, uh, kunt detecteren en ook respons kunt geven op bepaalde uh, security incidenten. Ja. Um, die is ook nog niet van kracht. Uh, wanneer die precies uh, in werking trekt, durf ik zo uit mijn hoofd niet te zeggen. Nee, dit overzicht is natuurlijk ook niet volledig. Hè. We hebben hier een aantal dingen genoemd. Je ja. kunt er nog veel meer... Uh, Zeker. Nee, absoluut. Ja. absoluut. En, uh, maar goed, het geeft al wel denk ik, een goed beeld van hoe ja. uitgebreid... Het laat vooral natuurlijk zien dat Europa zich bewust is van de dreiging vanuit uh, met name china Rusland denk ik. Ja. Maar überhaupt ook de onafhankelijkheid gewoon, uh, in Europa van digitalisering. En dat we nou, proberen door uh, in heel Europa het niveau naar een hoog niveau te tillen. Ja. Zowel de Europese economie als de Europese maatschappelijke belangen te ja. borgen. Ja. Zeker, en daar zit daar, daar uh, achterliggend. Hier is natuurlijk ja. die hele EU Cybersecurity ja. Act. Dat is de strategie ja. die daar met name uh, ja. zich op richt. Um, ja. ja, dat dan zie je. Dan komen we bij de volgende slide. Hoop. De, ja, het valt mij op dat uh, de laatste tijd eigenlijk, toevallig gisterochtend nog op de radio, maar sowieso, uh, dit komt dan uit het uh, financieel dagblad van een, uh, van een tijdje terug, dat er steeds meer aandacht komt voor uh, het feit dat men, uh, met name in de boordroom, zich onvoldoende bewust zou zijn van uh, alle verplichting die op men afkomt. Uh, of zo is weet ik niet. Als we naar onze eigen praktijk kijken, is mijn ervaring vrij wisselend. Inzien, we hebben organisaties die er al heel lang ja. uh, over buigen, Er zijn organisaties die er nog veel, uh, misschien wel te weinig mee bezig zijn. feit is in ieder geval dat in het kader van NIS 2 er veel meer verantwoordelijkheid komt te liggen op het niveau van de directie. In de zin dat de directie zelf um, kennis en ervaring moet hebben met cybersecurity. En voor moet zorgen dat de organisatie daar ook uh, op voorbereid is, dat de mensen daarop voorbereid zijn. En ook um, tot op zekere hoogte uh, een, een, een boord ook aangesproken kan worden op het feit dat dingen niet in orde zijn. Hoe ja. dat op, ik zeg bewust, tot op zekere hoogte. Want hoe dat er dan precies uit gaat zien, dat is nog niet helemaal uh, helder, mijn ieder geval niet helemaal helder. Maar in ieder geval. Um, zie je dat er uh, toenemende aandacht komt voor het feit dat de organisaties moeten gaan doen. En je ziet ook dat onder NIS 1, meen ik dat er zo'n duizend organisaties, bedrijven, overheidsinstellingen, uh, ondervallen en dat dat toch meer dan tien keer zoveel gaan worden ja. onder NIS 2. Ja. En als gevolg daarvan uh, zullen er dus inderdaad veel meer organisaties zijn die zich hier uh, bewust mee moeten bezighouden. Ja. Ja, ik zal daar dadelijk uh, bij de toepasselijkheid van, uh, van NIS 2 nog iets ja. over zeggen. Want de, uh, en daarmee is een mooi bruggetje, denk ik, naar de volgende uh, uh, slide over de, um, ja, de nog verdere achtergronden van, uh, van NIS 2. Want je gaf het net al aan. Uh, het is een opvolger van, uh, van NIS 1. Ik denk dat de belangrijkste verschillen zijn dat met name uh, de rijkwijd. In de zin van organisaties die eronder gaan vallen, uh, ruimer is hè, dan onder NIS 1. Er vallen veel meer sectoren onder. Ja. Uh, dus dat betekent inderdaad ja, dat er gewoon veel meer organisaties aan die, aan die NIS-regelgeving zullen moeten uh, voldoen. Ja, en het wordt ook strikter. Hè? In de zin van de, de lidstaten hebben nu nog vrij veel vrijheid om te bepalen of een bepaalde organisatie eronder valt. Zo heeft In Nederland is er bijvoorbeeld voor gekozen om de zorg er niet onder te laten vallen. En bepaalde andere sectoren zijn er juist wel onder gaan vallen, terwijl ze op grond van de richtlijn er niet onder zouden hoeven te vallen. Ja. En wat je nu ziet is dat eigenlijk bij NIS 2, inderdaad, wat je zegt, de scope veel verder verbreed wordt. Dus er komen ja. veel meer organisaties die eronder gaan vallen. Maar ook de, uh, noem maar de keuzevrijheid van de lidstaten om te bepalen of een bepaalde organisatie wel of niet ondervalt, wordt veel, uh, veel kleiner. Ja, nee, precies. Ja. ja, nee klopt. En daarnaast zie je natuurlijk dat uh, onder NIS 2, uh, NIS 2 werkt met een uh, wat dan heet, een risk-based approach. Dus dat betekent dat je uh, technische, operationele en organisatorische maatregelen moet nemen afhankelijk van uh, ja, de risico's uh, die er zijn, of die jouw organisatie kan lopen op het gebied van, uh, van security. Anders dan bij NIS, uh, uh, NIS 1 zie je wel dat er een aantal minimumaatregelen zijn, uh, zijn gedefinieerd. Ja. Uh, dus dat, dat iedere organisatie in ieder geval wel moet zorgen dat die minimumaatregelen, waar we daar nog iets over zullen vertellen, ja. dat daar in ieder geval uh, aan wordt voldaan. Ja. Dus dat is ook denk ik een, een verschil met uh, mis met 1. Ja, het is gedetailleerder. Het is iets gedetailleerder ja, dan precies. Dan, uh, precies. Ja. Ja. Um, ja, daar staat al. Hè. Uh, het doel is met name om een hoog niveau binnen de Europese Unie uh, te realiseren van cybersecurity ja. voor die organisaties die ook al in NIS 2 vallen. Uh, en, uh, ja, dat gebeurt onder andere door de introductie van de managementverantwoordelijkheid, waar jij net al iets over ja. vertelde, uh, minimum risicobeheersingsmaatregelen. En we zullen er daar twee uitpikken, namelijk die toeleveringsketen waar uh, wat maatregelen worden vereist ja. en de rapportageverplichtingen. Um, en er zijn wat sancties benoemd in uh, in Nis 2. En in Nis 2 staat dat ze doeltreffend, evenredig en afschrikkend moeten zijn. Ik denk dat daar in de implementatiewetgeving die er nog gaat komen, waarschijnlijk wel wat meer over zal, zal staan. Want dit is natuurlijk redelijk abstract. Ja, en wat er, het doel verder natuurlijk is, je ziet dat onder deze een de, de implementatieverschillen in de verschillende lidstaten toch wel erg uit één hmm. rond te lopen. En daarvan, ja, dat is natuurlijk nooit gunstig, want dat verstoort de interne markt. Ja. Op het moment dat je in het ene land een zwaardere eisen moet voelen dan in het andere land. Dus dat is ook een van de doelstellingen. En iets anders wat misschien op dit moment goed is om erop te merken, is dat dus er. Een, Implementatie moet komen, het is een richtlijn, dus het moet omgezet worden in nationale wetgeving. En die implementatie, die uh, is uh, gepland voor 17. Althans, die zou volgens de richtlijn op 17 oktober moeten uh, gebeuren. Ja. Maar uh, we wachten nog steeds op de implementatiewet. En het laatste wat ik heb gehoord is dat die in mei dit jaar ja. zou gaan verschijnen. Maar dat, maar dat, dat hebben we al 17... een paar keer, uh, <laughs> paar keer eerder gehoord. En dus, maar goed, uh, ja. deze slide laat ook een beetje zien hoe dat proces er tot op heden heeft uitgezien. want... Ja. 17 oktober uh, 2024, dan uh, moet de nationale wetgeving zijn geïmplementeerd. Ja. Nederland heeft natuurlijk wat dat betreft een, ja, uh, ook niet zo'n geweldige reputatie met het op tijd implementeren van Europese regelgeving. En wat je hier ziet is dat eigenlijk al die, uh, die conceptwetgeving uh, in consultatie had moeten zijn, maar dat nog steeds niet is en dat wordt steeds maar uh, opgeschoven. Wat daarvoor de oorzaak is. Ik heb geen idee. Het kan zijn dat het samenhangt met de formatie. Durf ik niet te zeggen. Het maar... ja, lijkt me ook vrij ingewikkeld. Want er zijn zoveel sectoren bij betrokken, ja. zoveel toezichthouders. Dus ik hoop dat het komt omdat men met iets uh, heel werkbaars wil komen. Ja. En dat dat veel afstemming vergt. Ja. Uh, ik heb overigens wel, maar het is alweer een maand of twee geleden, meen ik, begrepen dat het in andere lidstaten er niet veel beter voor staat. Okay. Ja. Dus blijkbaar is het toch vrij ingewikkeld om dit uh, te eh, doen. Dan zal opzetten. de reden niet samenhangen met de formatie, maar met ja. de ingewikkeldheid van de materie. Wat ja. ik me ook wel kan voorstellen. Ja. Of NN. Ja, NN, precies. Um, ik, ja, uh, ik had het net al over de, uh, de ruimere toepasselijkheid van, uh, van NIS 2. Um, en wat je eigenlijk ziet, is dat NIS 2 uh, benoemt in een aantal annexen. Een aantal sectoren uh, die ze onderscheiden in zeer kritiek en kritiek. Uh, als je daarin valt, uh, dan val je in principe onder NIS 2, tenzij uh, je een kleine, nou, noem maar even zo, een kleine entiteit bent. Ja. Dus dat betekent of minder dan 50 werknemers, of een omzet lager dan 10 miljoen, of een balans totaal van 10 miljoen. Ja, de micro- en mini-ondernemingen. Precies. Ja. Uh, en je moet actief natuurlijk zijn uh, binnen de Europese Unie. Ja. Dat is uh, in hoofdlijnen hoe het werkt. Alleen je ziet er wel wat uitzonderingen op. Uh, bijvoorbeeld bepaalde uh, micro-ondernemingen ja. kunnen toch weer onder NIS 2 vallen. Als het zogenaamde sleutelorganisaties zijn. Ja. Dat zijn uh, organisaties die in een van die uh, sectoren actief zijn en daarin een sleutelrol uh, vervullen. Ja. Kun je bijvoorbeeld denken aan uh, partijen die actief zijn in de telecommunicatiesector of misschien wat kleinere uh, overheidsorganisaties die toch een bepaalde belangrijke rol vervullen. Ja. Uh, die, daarop is NIS 2 wel weer van toepassing, dus dat is dan weer een uitzondering op dit, dit algemene plaatje. En sommige grote organisaties die, uh, waarvan je zou zeggen: nou, daar is NIS 2 van toepassing, die, daar is weer een uitzondering op in de zin van dit, dat Nis 2 er niet op toepassen is. Dan kun je denken aan uh, Defensie, uh, Nationale veiligheid die ja. daaraan werkzaam zijn, daar is Nis 2 weer niet op van toepassing. Dus het is een, ook wat dit betreft uh, een hele puzzel om te kijken of, uh, ja, of je onder Nis 2 valt of niet. Ja, we weten ook wel uit onze eigen praktijken dat het best lastig is. En dat, ja. Namelijk ook in de zorg, dan zie je dat er toch... De ziekenhuizen vallen eronder, dat zal niet zo ingewikkeld zijn. En onder Nis 2 is is zijn het niet alleen maar de, de zorginstellingen, maar zijn ook bijvoorbeeld laboratoria, bepaalde laboratoria, die, 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 die ketens uitgebreid. Maar om dat dan vervolgens te vertalen naar een concrete organisatie, zeker als die op meerdere terreinen actief is, dat is nog niet altijd even eenvoudig. Ja. Dus uh, ik snap wel dat daar veel, uh, veel onduidelijkheid over bestaat, waar ja. precies de, de randen zeg maar van Nis 2... Nee precies, was, daar heb ik inderdaad best ja. veel vragen over. Ja, ja. Um. Nog even iets anders wat belangrijk is om te vermelden, is dat je hebt, naast dat onderscheid tussen uh, zeer kritiek en kritiek, heb je ook nog het onderscheid tussen essentiële en belangrijke entiteiten. Ja. Essentiële entiteiten zijn entiteiten die vallen onder uh, uh, die zeer kritiek zijn of een sleutel, sleutelorganisatie zijn, in die sectoren vallen. Belangrijk is alles wat niet essentieel is. En waarom is dat onderscheid belangrijk? Dat zit hem in het uh, uh, toezicht op de organisaties. Essentiële entiteiten. Daarop wordt proactief toezicht gehouden uh, en op die belangrijke entiteiten wordt reactief toezicht gehouden. Dus dat onderscheid wordt in NIST-2 ook nog gemaakt. Ja. Maar dan zit het meer op toezicht dat wordt gehouden. Precies. Ja. Ja. dat wilde ik nog eventjes uh, meegeven. Um, dan gaan we naar uh, de. Ik zei net al, NIST-2 werkt. En dan komen we bij de risicobeheersmaatregelen. Werkt in principe met een. Uh, Risk-based approach. En dat betekent eigenlijk dat je uh, moet kijken van wat is eigenlijk het risico dat je loopt als ja. uh, organisatie, en welke, en uh, dat heet dan binnen is, organisatorische, operationele of technische maatregelen moet je nemen uh, uh, om ervoor te zorgen dat die risico's worden gemitigeerd. Um, dat sluit denk ik ook wel een beetje aan bij de AVG, waarin staat dat je passende uh, organisatorische en technische maatregelen moet nemen. Um, maar dat betekent hier: uh, het, het, het verschil met de AVG is dat er hier in uh, NIS 2 een aantal minimummaatregelen worden genoemd die je, die je moet nemen. We hebben hier op dit plaatje uh, dat je in beeld ziet geprobeerd om een beetje aan te geven van, nou, wat betekent dat eigenlijk, uh, wat je als organisatie, waar je ja, aan moet denken als organisatie aan maatregelen. Ja. En dan zie je links staan dat je in ieder geval als organisatie ervoor moet zorgen dat je. In kaart brengt of in beeld brengt van hoe ziet jouw uh, IT-systeemlandschap er eigenlijk uit? Waar zitten de belangrijkste risico's? En wat betekent dat voor, uh, ja, voor de maatregelen die ik eigenlijk moet nemen? Dus dat is een afweging. Daarbij kun je natuurlijk ook meenemen wat zijn de uitvoeringskosten daarvan? Wat is de kans dat die risico's zich voordoen? Uh, ja, al dat soort dingen kun je in die risicoanalyse wel meenemen, maar je zult, en dat is het uh, het linkere gedeelte van het plaatje. Je zult dat wel uh, moeten doen. Ja. Um, verder, en dan komen we een beetje bij die, bij die uh, minimumaatregelen die, uh, die je moet nemen. Zul je een informatiebeveiligingsbeleid moeten hebben als, uh, als organisatie? En maar ja, waar moet je dan aan denken? Uh, dat zijn uh, bijvoorbeeld. Je moet ervoor zorgen dat binnen de organisatie uh, mensen zich bewust zijn. Uh, security awareness ja. van, uh, van wat er kan gebeuren. Dus dat betekent dat je op een of andere manier een training of een opleiding uh, voor je mensen zult, voor, uh, zult moeten geven. Uh, je zult maatregelen moeten nemen als cryptografie, uh, twee-factor authenticatie, misschien ook fysieke beveiliging op bepaalde terreinen. Uh, dat zijn allemaal dingen die staan in NIST 2 genoemd, die je in je informatiebeveiligingsbeleid uh, moet opnemen. Ander iets wat genoemd wordt is uh, maatregelen op het gebied van continuïteit. Je moet een uh, business continuïteitsplan plan hebben, waarin je uh, maatregelen moet voorzien voor het geval zich een calamiteit voordoet en jouw IT-systemen uh, ja, om, om een of andere reden niet meer opereren en je uh, bedrijfsvoering daardoor in gevaar kan komen. Dus dat moet je in zo'n continuïteitsplan opnemen. Verder zul je daarin ook moeten omschrijven uh, hoe het zit met backup- en restore-maatregelen. Dat zijn allemaal dingen die onder die maatregelen uh, vallen. Verder, uh, IT incident response, uh, daar zul jij straks iets, uh, ja. nog iets over vertellen. Dus dat laat ik even. Uh, de, het leveranciersmanagement, dat hangt samen met die toeleveringsketen. Ja. Daar ga ik dadelijk nog, uh, nog op in. Ja. En wat je links ziet staan, en dat, is eigenlijk, uh, dat wordt niet met zoveel woorden expliciet genoemd, maar in het kader van beveiligingsmaatregelen is het natuurlijk ook heel verstandig om na te denken over het testen van je systemen. Ja. Uh, zorg dat je een testprogramma hebt. Zorg dat je, afhankelijk van de kritiekheid van je systemen, die systemen ook uh, regelmatig test. Ja. Uh, en afhankelijk van de kritiekheid ook de, um, de uitgebreidheid van die testen. Ja. Uh, Voer je pentesten uit of, of doe je dat op andere manieren. Maar dat hangt natuurlijk een beetje af van de kritiekheid van die, van die systemen. Ja. Uh, dus ja, hier hebben we geprobeerd om een beetje in kaart te brengen, uh, ja, waar je in het kader van NIS 2 aan moet denken. En dan zie je toch dat het uh, toch best het een en ander met zich meebrengt. Waar je als organisatie toch bewust over moet ja. nadenken. Ja zeker. Dus uh, ja. Dan gaan we naar de volgende. Uh, ja. En dan komen we bij de beveiliging van de toeleveringsketen. En dan zie je daar een plaatje staan van uh, LOC4J. For, for, for you <laughs> denk One ik. Voor you. <laughs> you. Nee, dat heb ik erbij gezet omdat dit... Uh, uh, vrij symbolisch is voor de zorg die uh, de Europese wetgever heeft onderkend en uh, een van de redenen is waarom er in NIST 2 zoveel aandacht is voor de toeleveringsketen. What well, For You is een, een kwetsbaarheid die um, een jaar of twee, drie geleden opspeelde uh, omdat er misbruik kon, van, kon worden gemaakt en dat bleek uh, een heel klein programma te zijn wat in bijna uh, nou, ik wil niet zeggen bijna alle software, maar wat in heel veel software terugkomt. Microsoft gebruikt het, Amazon gebruikt het, maar als gevolg de banken gebruikten het, de kaanverkooppanden gebruikten het. Uh, nou, iedereen zou je haast kunnen zeggen gebruikt het. En uh, het toonde heel erg aan hoe lastig het is en hoe belangrijk het is om grip te hebben en om wetenschap te hebben van de onderdelen van de software die je gebruikt. Dus niet alleen welke softwareleverancier heb je, maar ook welke software gebruikt deze leverancier en wat zit er dus verderop in, toe... uh, in, in de keten. Want toen de kwetsbaarheid in Love4U werd ontdekt, uh, ja, was de wereld wel redelijk in paniek. Je ziet ook dat het National Cybersecurity Center toen meteen een lijst publiceerde met allerlei systemen waarvan men wist dat de kwetsbaarheid daarin aanwezig was of dat de kwetsbaarheid daarin niet aanwezig was. Wij kregen ook cliënten aan de telefoon. Zowel softwareleveranciers als afnemers die zeiden: van ja, wat moet ik nu vragen aan wie om te weten of ik kwetsbaar ben? Maar ook via de media hebben we kunnen lezen dat bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel een tijdje haar website heeft dichtgezet. Dat bankensystemen hebben afgeschaald. Maar het Sociaal Security Center kwam ook met adviezen over hoe je um, ja, het beste kon wapenen tegen dit soort kwetsbaarheid. Ook als je niet weet of je het precies gebruikt. En ik vind het eigenlijk een heel. Uh, nou, mooi is misschien niet helemaal juist juiste woord in deze context, maar. Een, Exemplarisch, een treffend, treffend voorbeeld ja, ja. van hoe kwetsbaar een organisatie kan zijn. op het moment dat er ergens in de toeleveringsketen. een stukje software wordt gebruikt wat. Uh, ja, wat kwetsbaar blijkt te zijn. Ja. ja, en dat is denk ik ook een van de redenen ja. geweest. waarom, natuurlijk, de, ja, op Europees niveau. ook met name voor de kwetsbaarheden in die toeleveringsketen. Uh, in NIS 2 wat meer aandacht ja. is dan in NIS 1. Ja. Zeker. Omdat men wel inziet dat uh, ja, de, uh, de zwakste schakel in een keten. Ja. Uh, maakt dat de keten uh, zelf, de, de, zelf ook zwak is. En heel terecht, denk ik. En tegelijkertijd zie je dat de markt er natuurlijk wel onrustig van wordt. Want dat betekent feitelijk dat NIS 2 veel verder gaat. dan die 10.000, 15 15.000 bedrijven waar we het nu over hebben. die direct onder NIS 2 vallen. maar dat er ook allerlei toeleveranciers. Ja. voor zover die dan gerelateerd zijn aan. Ja, zeg maar vitale systemen van onze organisaties. ook. Um, iets zullen moeten en dat er ook iets van hun verwacht gaat worden, ja. terwijl dat vaak weer de wat kleinere partijen zijn. En de hoop is van de wetgever natuurlijk dat dat via die grotere partijen, ook die kleinere partijen, meer uh, aan IT-beveiliging zullen gaan doen, ja. omdat daar vaak toch de kwetsbaarheid vandaan kan uit te komen. Ja. De, grote, de grote spelers die hebben natuurlijk al heel veel capaciteit, uh, geld, mankracht beschikbaar om zich te wapenen. En zelfs dat lukt niet altijd, maar zeker de kleinere it leveranciers ja, die zijn natuurlijk veel minder, ja. uh, nou, die hebben minder capaciteit en misschien ook wel minder ervaring om hier uh, uh, voortdurend mee bezig te zijn. En ja. daar komt de kwetsbaarheid vandaan, want dat wordt eigenlijk als een soort trojaans paard ja. dan naar binnen gehaald bij je organisatie. Ja precies. Ja. Ja. Um, en in dat kader zie je, hè, uh, ja, wat jij net ook al aangaf, uh, die toeleveringsketen is natuurlijk uh, um, zorgt ervoor dat. Uh, ja, uh, de, ...de kwetsbaarheden zich als een Trojaans paardjes, zoals jij het noemde, uh, kunnen voordoen. Uh, en daarom is NIS 2 uh, eist van organisaties... Hè, ...dat ze dus de cyberbeveiligingspraktijken van leveranciers en dienstverleners... ...in de eerste plaats beoordelen. Dus, dus één, het zit hem in ja. de beoordeling. Ja. En twee, en dat staat eigenlijk daarna... Uh, ...moeten ze ook maatregelen uh, voor het beheer van de, die risico's in die toeleveringsketen opnemen in contractuele regeling met directe leveranciers ja. en dienstverleners. Direct staat, dat betekent inderdaad met partijen waar, waar zij rechtstreeks contact ja. mee hebben. Ja. Niet zozeer met, want wat je vaak natuurlijk ziet is dat die leveranciers ook op hun beurt weer onderaannemers ja. hebben. Ja. Uh, maar dit ziet dus op de directe ja. leveranciers ja. En, en dienstverleners. Um, dus wat ik al zei, hè, beoordeling en uh, het opnemen van uh, maatregelen in contractuele regelingen, uh, waarbij je rekening houdt met en dat, dat staat hier specifieke kwetsbaarheden van de rechtstreekse leverancier en de dienstverleners, de algemene kwaliteit van de producten en de cyberbeveiligingspraktijken uh, en daar staat genoemd met name of met inbegrip van veilige ontwikkelprocedures bij die leveranciers. Uh, ja. En de resultaten van de samenwerkingsgroep uitgevoerde gecoördineerde beveiligingsrisicobeoordelingen van kritieke toeleveringsketen. Die samenwerkingsgroep, dat zijn natuurlijk de, uh, ook de toezichthouders op, uh, op Europees niveau, ja. die daar regelmatig uh, ja, beoordelingen maken en dat ook publiceren. Um, twee elementen gaf ze net al aan, die in het kader van, van de, die toeleveringsketen van belang zijn. De eerste is de beoordeling. Um, en yeah, ja, waarbij moet je, waar moet je dan aan denken? Je kunt dan denken aan uh, ex ante risico assessments. Ja. Waarbij je van tevoren die leverancier of de producten die die heeft uh, ja. beoordeeld. Ja. Of een due diligence uitvoert. Um, op zich, uh, hoe die beoordeling plaats moet vinden, daar zegt NIST 2 eigenlijk uh, niet zo heel veel over. Wat NIST 2 wel zegt, is dat jij gebruik kunt maken van bepaalde... Certificeringsschema's die er zijn. Ja. En in dat kader is het misschien wel goed, en daarmee haken we even in op die, uh, dat hele overzicht van ja. Europese regelgeving, die we natuurlijk aan het begin hebben laten zien. Ja. Dan zijn er natuurlijk twee uh, type richtlijnen die er aankomen uh, van belang. Dat is in de eerste plaats die Cyber Security Act, waar je ziet dat uh, men op Europees niveau wil komen tot een uh, tot certificeringsmechanismen voor IT-producten, voor IT-processen, uh, voor IT-diensten. Uh, en daar zou in het kader van de beoordeling natuurlijk door uh, organisaties in het kader van NIS 2. Uh, ja, uh, in het kader van de beoordeling bij kunnen worden aangesloten. Alleen die Cyber Security Act die is er natuurlijk op dit moment nog niet. Nee. Uh, dus dat betekent dat je op dit moment nog gebruik moet maken van andere certificerings uh, ...mechanismen die er zijn, zoals ISO uh, en dat soort uh, certificeringen. Ja, er zijn volgens mij ook wel initiatieven om dat inderdaad wat meer te standaardiseren. En ik denk dat dat heel nuttig is en ook heel belangrijk is. Want op het moment dat je als, lever, of als opdrachtgever uh, al je klanten in de veel vragen gaat stellen... En ...of, of je, op het moment dat je als IT-leverancier voor dit soort partijen geconfronteerd wordt met... Klanten die allemaal hun eigen eisen stellen, ja, dat lijkt mij vrij onbeheersbaar worden en ja. daarmee ook op zichzelf ook weer niet per definitie veiliger. Nee, nee, en ja. mee eens. Dus daarom is het wel goed dat er op Europees niveau uh, ook aan die uh, certificering ja. wordt, uh, wordt gewerkt. Iets anders wat in het kader van die beoordeling natuurlijk belangrijk is om te noemen, is de Cyber Resilience Act. Uh, die Cyber Resilience Act die ziet op met name IT-producten, waaronder ook software uh, met digitale componenten. Ja. En wat je daar ziet uh, is dat dat werkt met een soort van uh, uh, ex-ante uh, verplichtingen die rusten op de leverancier of de fabrikant van dat soort producten, software, um, waarbij van die um, leverancier eigenlijk wordt vereist dat die uh, dat heet dan security by design toepast ja. uh, bij het maken van die producten, of bij het ontwikkelen van die software, waarbij die er in ieder geval voor zorgt dat hij uh, en de Cyber Resilience Act noemt een elftal uh, uh, cyberbeveiligingsrisico's die hij moet meenemen, nou, ook in de ontwikkeling. Uh, dus dat moet in het voortraject worden meegenomen. Uh, op basis daarvan kan die, uh, kan die leverancier een eigen uh, conformiteitsbeoordeling maken, ja. een soort rapport opstellen en aangeven van nou dit en dit en dit hebben we gecontroleerd. Dat klopt. Uh, daar kun je natuurlijk als afnemer uh, naar vragen. Uh, daar kun je naar kijken of dat in orde is. Dus dat is wat er van tevoren wordt, uh, wordt gevraagd van zo'n zo leverancier. Ja. Vervolgens, als het product software eenmaal op de markt is gebracht, dan zijn er ook nog wel wat andere verplichtingen. Namelijk als, uh, als er kwetsbaarheden worden geconstateerd ja. door die leverancier zelf of hetzij zij uit de markt, dan moet de leverancier daar ook actie op ondernemen. Uh, moet zorgen voor updates, ja. waarmee uh, producten software uh, alsnog worden beveiligd of de, 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 de lekken worden opge, uh, opgeheven. Of in het ergste geval moet natuurlijk de, uh, de producten of de software uit de markt worden gehaald. Uh, dus langs die lijnen zie je dat die Cyber Resilience Act ja. ook bij de beoordeling, die hier wordt genoemd, uh, afnemers wel kan, kan helpen. Precies. Ja, rol het spelen, ja. Precies een, een, een rol gaat, ja. gaat spelen, zeker. Um, dat ten aanzien van, uh, van die beoordeling. Het tweede wat, we net, uh, wat ik net noemde, uh, in het kader van die toeleveringsketen, is dat ook van, die, uh, uh, van de organisaties die onder NIS 2 vallen, uh, wordt, wordt verwacht dat eventuele maatregelen om de cyberbeveiliging in die keten uh, op orde te, te houden en te krijgen, dat het ook wordt opgenomen in contractuele regelingen. Het enige nadeel is, de NIS 2 noemt niet uh, wat dan in die contractuele regelingen moet worden opgenomen. Het is een... Nee, dat wat, wat viel mij ook op en dat is ook duidelijk anders dan bijvoorbeeld in de AVG waar het heel duidelijk wordt voorgeschreven. Ja. Daar kunnen we steeds veel discussie over hebben, maar dat staat in de AVG gewoon in een verwerkingsovereenkomst hoor je het volgende te regelen. Ja. Ja. Nee, eens. Ja. Da da daar staat, uh, ja. Dat geeft wat meer houvast natuurlijk. Ja. DORA, hetzelfde verhaal. Ja. In DORA staat natuurlijk ook aangegeven dat contractuele regelingen met, uh, uh, met toeleveranciers, dat daar gewoon bepaalde contractuele elementen verplicht in moeten worden opgenomen. Ja. Uh, dat staat in NIS 2 niet. Dus dat betekent dat uh, voor de contractering, ja, en uh, partijen daarbij zelf invulling aan moeten geven en dat, ja... Dat zal ongetwijfeld ook een wild gooien, natuurlijk aan allerlei contractuele eisen die vanuit NIS 2 organisaties worden gesteld aan leveranciers uh, tot stand brengen. Uh, of dat heel wenselijk is, dat is natuurlijk maar de vraag. En tegelijkertijd zul je zien dat heel veel van die dingen die je dan zou willen regelen, daarvan zou je hopen, of misschien wel mogen verwachten, dat die nu ook al geregeld zijn. Want het is ja. natuurlijk niet alleen, maar we doen dit niet voor de bune. Althans, dat hopen we. Dit moet toch vooral omdat je belang hebt bij een. Uh, ja, ze willen het voorkomen van kwetsbare redenen binnen je systemen en daarmee bij ja. je dienstverlening. Dus ook zonder NIS 2. Nee, eens. Ik bedoel, Het is teken... zou het goed zijn om ja. heel veel van dit soort dingen natuurlijk met je leveranciers wel af te spreken. Ja, nee. Ja. On, zeker. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Het ja. is natuurlijk uh, ook gewoon common sense dat je ja. dat soort dingen in je ja. contracten opneemt. Ja. Um, we hebben hier een aantal uh, dingen genoemd hè, waar, waar, waar je aan kunt denken in het kader van de opname in contracten. Het is, is, is geen volledige lijst, maar het zijn een aantal ja. dingen die toch wel belangrijk zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het opnemen van beveiligingseisen uh, die, die, je, die je stelt. Uh, denk aan certificering. Ja. De mogelijkheid om een audit te kunnen uitvoeren bij je leverancier. Of mogelijk ook bij, ja. bij onderaannemers van die, ja. uh, die, die, die die leverancier zelf weer gebruiken. Ja. Een goede exitregeling. Uh, Continuïteit. Ja. Uh, dat zeiden we straks al ja. met, in het kader van die risicobeheersmaatregelen. Uh, maar het is natuurlijk ook wel belangrijk om te weten hoe uh, de continuïteit van systemen uh, is geregeld. En, en, um, en om dat ook in contracten op te nemen. Ja, en hoe zit het met verdere uitbesteding aan, uh, aan onderaannemers? Ja. Stel je daar eisen aan? Ja. Wil je daarvan weten of men inderdaad uh, ook die cyberbeveiligingspraktijken op orde heeft? Dat kun je natuurlijk ook in contracten opnemen. Dus ja, dat zijn dat, een aantal op, dingen die. Ja. Precies, waarbij waar, waar het voor zover het natuurlijk gaat om het verwerken van persoonsgegevens, de AVG eigenlijk ja. soortgelijke ja. uh, ja. verwachtingen heeft. Ja, precies. Ja. Ja. Um, dus dat ten aanzien van, uh, van die toeleveringsketen. Ja. Um, dan gaan we nou naar uh, een ander onderwerp. Ja, wat we aan het begin eigenlijk al noemden: hè. Je, je ziet uh, dat MIS 2 een aantal nieuwe onderwerpen introduceert, althans nieuw. Uh, doordat de scope veel breder wordt, wordt dit een onderwerp dat voor veel organisaties belangrijker wordt en de, de wijze van inrichting wordt ook bijgesteld. En één daarvan is inderdaad ook het melden, de ja. meldplicht, ja. die we allemaal inmiddels ruimschoots kennen uit de AVG. Ja. NIS 2 uh, introduceert voor een veel bredere groep van organisaties een, een meldplicht. Uh, de <kwijden> insteek daarvan is natuurlijk wel iets anders dan bij de AVG in de zin dat het, uh, het onderwerp. De, de, het doel van de melding hier een andere is. Eh, het gaat hier om een uh, verstoring. Dus op het moment dat je, de, dat je als uh, organisatie die onder NIS 2 valt, vreest. Dus niet alleen maar het daadwerkelijk gebeuren, maar ook het, het, het vrezen, dat is nieuw ten opzichte van NIS 1. Dat er door een incident een uh, ernstige operationele verstoring van je dienst kan plaatsvinden, of dat je daardoor financiële schade leidt. Maar ook als dat ernstig gevoel kan hebben voor anderen, ja. bijvoorbeeld de afnemers van je dienst. Dan word je geacht dat te melden. En dan zegt NIS 2, je moet dat eigenlijk steeds melden aan het, uh, aan het uh, Computer Security Incident Response Team. Uh, of de bevoegde autoriteiten. En daarnaast, uh, met het idee natuurlijk dat die vervolgens uh, jou kunnen helpen en een actie kunnen komen. Uh, ik zou zo nog iets vertellen over hoe die melding er dan precies uit zou moeten zien. Maar daarnaast kan het ook zo zijn dat je de ontvangers van de diensten moet informeren. Met name als het nadelige gevolgen voor ze heeft. Mm -hmm. Waarbij ik, maar dat is dan mijn persoonlijke ironische ik denk, <laughs> vaak merk je dat dan wel als yeah. ontvanger, als de dienst niet meer beschikbaar is. Maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn. Het kan natuurlijk ook gevolgen zijn hebben die zich niet direct over, openbaren, maar die zich zouden kunnen gaan openbaren ja. als je geen actie onderneemt. En het is ook nog zo dat, uh, dat de autoriteiten kunnen besluiten tot publieke, publieke campagne. Als ze zeggen, dit is zo groot. Nou, dat zie ja. je eigenlijk bij dat voor for you, hè? dan wordt er gezegd, je moet algemeen, het publiek ja. moet hierover geïnformeerd worden, zodat we iedereen voor wie dit relevant is uh, bereiken. Ja. En dan uh, wordt er ook gezegd over de tijdlijn, de ja. uh, AVG kennen we allemaal het uh, binnen 72 uur tenzij. Ja. Uh, hier liggen die tijdlijnen wat anders, en zie je duidelijk dat de wetgever heeft gezocht naar een evenwicht tussen uh, uh, voortvarendheid en volledigheid. Ja en name is er gekozen voor een getrapt systeem, waarbij er wordt gezegd binnen, binnen maximaal 24 uur moet je een eerste melding doen, ja. moet je zeggen er is iets aan de hand, wat, wat, moet je vertellen wat je weet en moet je met name ook bijvoorbeeld signaleren als er grensoverschrijdende risico's zijn te verwachten. Want je ziet in de NIS 2 dat aan de achterkant dat dan ook weer afgestemd moet worden met toezichthouders in andere landen, bevoegde autoriteiten in andere ja. landen, dat met name natuurlijk om die olievlek zoveel mogelijk ja, te ja, ja. En vervolgens wordt er gezegd dan binnen 72 uur. Word je eigenlijk geacht die melding aan te vullen? De gedachte is dan dat je dan veel meer weet. Ja. Dus alles wat je dan op dat moment weet, moet je dan delen. En eigenlijk is dan de gedachte dat je, of de hoofdregel zou je kunnen zeggen, is dat je na een maand een soort eindverslag indient. Ja. Waarin je aangeeft: uh, dit en dit heb ik, is er gebeurd, dit en dit heb ik onderzocht, dit is de mogelijke oorzaak, dit zijn de maatregelen die ik heb getroffen. Maar als de realiteit is dat je dat niet kunt, omdat het nog. onderzoek is. Ja. Dan moet je een soort tussentijds verslag doen en dan moet je uiteindelijk een maand nadat je wel, uh, zeg maar, het, de boek kunt sluiten, moet je alsnog een eindverslag indienen. Ja. En de ontvangers, die moet je natuurlijk ook, uh, zoals jij, die moet je ook informeren. Maar daar geldt een, uh, ja, dat moet volgens mij, zijn er gezegd, zonder onredelijke vertraging. Dus ja. Zo snel mogelijk. Ja, precies. Ja, maar dat wat hangt natuurlijk heel erg af van wat er aan de hand is. Ja, en wat ook niet, niet verrassend is, die moet je niet alleen vertellen dat er iets aan de hand, maar ook als ze eventueel zelf maatregelen kunnen treffen. Ja. Moet je ze daar ook over informeren. Ja. En we hebben het al een paar keer benoemd, is natuurlijk ook een soort samenhang tussen de AVG. Ja. Er zit een duidelijk een, uh, doel. In de praktijk zullen dit soort systemen, waar NIS 2 dan uh, op ziet, ook uh, persoonsgegevens uh, verwerken, of zullen er ook persoonsgegevens verwerkt worden. Dus in de praktijk zie je dat dat, uh, dat snel overlap zal zijn. Um, het onderwerp is natuurlijk wel een andere. Het ja. bedoel, is twee, we hebben het al een paar keer gezegd, het behoort natuurlijk echt de continuïteit van de, de dienstverlening in bepaalde ja. kritieke sectoren, met name ook om een kaskadeffect te voorkomen. Terwijl de AVG natuurlijk veel, heel, helemaal is opgebouwd naar het perspectief van de betrokkenen, dus degene die de persoonsgegevens ja, uh, zijn, dat die uh, mag erop mag vertrouwen dat daar zorgvuldig... Dat er niks met de persoonsgegevens ja, precies, gebeurt. Dat echt goed beveiligd ja, worden, precies. om even op ja. te zeggen. Wat verder misschien wel melden waard is dat je... Uh, in, in de, in de, met de AVG is natuurlijk de functionarische gegevensbescherming geïntroduceerd, althans onder die titel. Uh, en die heeft ook een rol. Ja. In NIST 2 zie je niet iets soortgelijks. Die de FG heeft er niet nog meer op zijn bord bij gekregen, dat je hebt positief. Nee, want je hebt, tuin, nee, want je hebt <tie> binnen organisaties CISO's vaak, ja. die, die ja. belast zijn met ja. beveiliging. Of die dat in, in ieder geval ja. in hun takenpakket hebben, maar dat is geen onafhankelijke rol binnen, nee, 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 uh, binnen nee, NIST 2. Nee, nee. Dus we zien altijd tijd uit of dat toch... ...verstandig is om zo'n zo zo rol uh, te introduceren. Um, en uh, het laatste wat ik er op dit moment over wil zeggen is dat Nis 2... ...ook nadrukkelijk aandacht besteedt aan die overlap met de verwerking van persoonsgegevens. Er is ook een artikel aangeweid over de samenloop. En de AP heeft daar in een laatste datelijke rapportage ook iets over gezegd. In de zin dat eigenlijk wordt gezegd... Uh, de bevoegde autoriteit die op grond van NIS 2, dus indien er sprake is van een significant incident, hetgeen wat we net bespraken, die moet uh, geïnformeerd worden, maar die moet op zijn beurt dan weer de AP informeren indien er sprake is van een meldingsplichtig datalek. oké. Oh, okay. uh, wat ik wel weer interessant vind, want voor veel organisaties is het al moeilijk <sus> om te bepalen of een datalek meldingsplichtig is. Ja. Maar blijkbaar moet de toezichthouder, de bevoegde autoriteit, dat dan. Uh, Melden, maar daarnaast, dat neemt niet weg dat je als betrokkenen zelf ook nog moet melden. Dus dat geeft een wel interessante interactie, interactie in de praktijk. Ja. Van hoe ga... Ik kan me voorstellen dat dat in de praktijk lastig is. Ja, want, en wat betekent dit voor de meldpunt onder de AVG? Ik hoop allemaal, daarom is het jammer dat die wet nog niet ter consultatie is. Ja, want dan zouden aanboden. dat soort vragen natuurlijk ook aan bod kunnen Hopen komen. Ik hoop dat, daar, dat ja. daar meer over gezegd wordt over hoe die samenloop er dan uitziet. Maar wat we in ieder geval wel weten, want dat staat gewoon in IS-2, is dat er inderdaad door de bevoegde autoriteiten. De privacy toezichthouder, nee, dan zeg de AP moet worden geïnformeerd. Ja. Maar ook, en dat is dan weer goed nieuws, op het moment dat de AP zou besluiten een boete op te leggen, dat dat dan voorgaat en dat er dan niet ook nog eens een boete zal worden opgelegd op grond van NIS 2. Geen cumulatie van, nee, van, van, van boetes. NIS 2 introduceert ja. ook een boeteregime, hè? afhankelijk van de, 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 de categorie waarin je valt, is dat dan 1,4% geloof ik aan 7 miljoen of 2% aan 10 miljoen. Een beetje vergelijken met de AVG maar dan ja. nog net iets hogere bedragen, maar dat zou niet moeten cumuleren. Ja, nee precies. Ja, ja. oké. Okay. Ja, helder. Ja, ja. ja. Dus uh, het is nogal wat. Zeker. Ja, en er, nou, uh, het is nogal wat en uh, we zitten natuurlijk met smart te wachten op die uh, op ja. die wetgeving, omdat er ook veel dingen nog onduidelijk zijn. Ja. En hopelijk. Ja in Die uh, implementatiewetgeving, daar waar duidelijkheid over ja. wordt, uh, wordt uh, verschaft. Ja, maar name waaronder natuurlijk onze toezicht en, en, ja. de, en, de, en de handhaving. Kijk, je kunt natuurlijk als organisatie wel aan de slag en dat zou je denk ik ook moeten doen. Even nee, zeker. Even, even ja, je kunt betaald. natuurlijk niet zitten ja. wachten tot het uiteindelijk duidelijk is, want een, een hoop dingen zijn natuurlijk al wel duidelijk en kun je al ja. wel actie op ondernemen. Zeker als je niet onder NIS 1 valt, maar wel nu onder NIS 2 valt en je nog helemaal niet mee bezig bent, ben je natuurlijk al rijkelijk laat. Ja. En uh, ja. Er wordt natuurlijk ook gevraagd, wat zou je dan moeten doen? Daar hebben we ook een soort stappen van, van, voor gemaakt. Ja, dan ga ik naar deze, deze ja, laatste we, slide. Het, het zijn een beetje open deuren, maar het eerste is natuurlijk dat je zou moeten zeggen, heb je goed in beeld welke IT je gebruikt, wie je IT-leveranciers zijn, wat ze doen? Ja, dat is uh, tot mijn uh, uh, verbazing, moet ik wel zeggen, nog steeds niet vanzelfsprekend. Dat, dat je als organisatie, dat wordt wel steeds beter, en ook een beetje afhankelijk van de sector, maar je moet als organisatie... In, uh, natuurlijk als allereerste weten welke IT, hoe ziet ons IT-landschap eruit ja. en welke leveranciers zijn daarbij betrokken en wat is hun rol en wat zijn de contractuele afspraken met deze ja. partijen. Ja. ja, dat is eigenlijk een beetje die, uh, dat overzicht wat we straks gaan hebben, dat is uh, ja. de linkerkant daarvan, ja. de risicoanalyse, ja. de, de, de inschatting die je maakt. Maar Precies. daar is dat inderdaad de eerste stap die je, je moet zetten Moet weten wat je hebt, kun je ook niet Precies, weten wat je doen. Kun, ja, en anders kun je de vervolgstappen natuurlijk ook niet zetten. Ja. Precies, Precies. Ja. En dan vervolgens moet je natuurlijk gaan nadenken, wat moeten we de richting die leveranciers? Nou, met, misschien moet je met bestaande leveranciers wel een soort uh, addendum overeenkomen, met een overeenkomst, ja. als NIS 2 nog niet goed is ondervangen. Maar ik kan me voorstellen dat je sowieso met een addendum gaat werken om ervoor te zorgen dat je het met alle leveranciers goed regelt. En daarnaast wil je met de nieuwe leveranciers natuurlijk dat je eventuele templates die je gebruikt, dat die worden aangepast, zodat die ook zien op NIS 2. Ja. Dat lijkt mij een belangrijke stap. Maar ook aan de interne kant heb je natuurlijk wel het een en ander te doen. Want de meeste organisaties hebben wel een business continuïteitsplan, of een incident-response plan, of een data leak protocol Maar zoals we net hebben gezien, gaat die meldplicht ook veranderen. Dus je zult ook dat soort interne policies en procedures tegen het licht moeten houden. Ja. En moeten aanpassen aan de eisen die de administratie stel. Ja. En voor ons is het natuurlijk belangrijk om ervoor te zorgen dat de hele organisatie dit ook weet. Want dat is ook wel mijn ervaring met de MELplicht uit de AVG. Dat op het moment dat het eenmaal bij de juiste mensen op het bord komt, dat het vaak wel goed gaat. Ja. Maar hoe zorg je ervoor dat het bij die mensen uh, terecht komt? Dat die mensen het tijdig genoeg ja. zien. En dat het tijdig genoeg wordt opgepakt. Ja. Dat is denk ik de grote uitdaging. En daar helpt training en bewustwording natuurlijk wel uh, ja. enorm bij. Dat denk ik ook. Ja. ja. Nou, um, we hebben uh, in vogelvlucht... Nis 2 uh, doorgenomen. Ik, uh, ik hoop dat het uh, enigszins uh, duidelijk was. Uh, dank voor, uh, voor de aandacht en uh, tot het volgende uh, IT en datarechtjournaal uh, journaal van uh, Turing Advocaat. Dank.